Ming-Fang. We gaan vandaag lumpia maken. Niet van die kleintje, maar die grote. Dus om te beginnen moet je natuurlijk eerst een deeg hebben, die grote. Die gaan we nu maken. Wat we nodig hebben is bloem natuurlijk. Een ei. Half lepel zout. Goed mixen. Je moet het door zo roeren dat die nou mixen, zou ik zeggen. Dat die nou een beetje mooi glad of egaal uitzien. Maar voor de zekerheid ga ik nog even door de zeef halen, zodat die korreltjes die erin zitten eventueel uitgevist worden. Wat we nu gaan doen is deze afdekken en in koelkast stoppen en over 3 uurtjes ongeveer weer uithalen. Terwijl de deeg nu aan het rusten is, ga ik voorbereiding doen voor de vulling. Ik ga de lumpia met kip maken, dus heb ik natuurlijk wel kipfilet nodig. Hier is de taugee. En verder voor de kleur winterbeen en prei. Oh ja, en ook nog ei. Die hoort eigenlijk hierbij. Het is niet zo lang. Het mag wel iets dikker zijn, dan is het de beste. Maar als het echt super lang is, dat is juist minder goed. Dat gaan we zo afspoelen. Lukt makkelijk. Zo is het wel makkelijker dan deze. Begrijp je? Even de prei goed afspoelen van het zand. Ik heb een pan water gezet en dan ga ik alle ingrediënten hierin stoppen, koken. En that's it. Ik doe een beetje zout in water en peper. Beetje olie. Dit is eigenlijk mijn persoonlijke voorkeur. Dus als jullie het thuis doen, hoef je niet per se te doen. Maar ik heb gewoon zo'n gevoel dat het zo meer smaakt zometeen. Prei in. Wauw, dat is wel een mooie kleur, hè? En taugee. Dit hoeft niet zo lang te koken. Als die echt goed kookt en dan nog een minuutje laat liggen en dan kunnen we uitschieten. Dus eigenlijk is het al goed. Afspoelen. Ik wil die in koude water bewaren. Nu gaan we de kipfilet maken die altijd in de lumpia zit. 1 stukje is genoeg. Ik probeer wat een grof stuk te doen, want anders zien jullie hem niet terug. Dan ga ik klagen over waar is mijn kip. Beetje zout, peper. Olie in de pan. We gaan nu eerst de kipstukjes bakken tot die bijna gaar is. En dan gaan we weer uithalen. Zo, klaar is die. De pan is al warm genoeg, doe ik gewoon 2 eieren erin. Dan doe ik de kipstukjes erin. Currypoeder. Peper een beetje. Een beetje extra smaak, hè? Een beetje zout. Een klein beetje suiker. Sesamolie, een beetje rijstwijn. De sap die er eventueel in zit, wil ik eigenlijk laten uitlekken. Dat is deeg die ik gemaakt heb. Nu zie je dat er boven een laag water ligt. En die moet ik niet hebben, die moeten we gaan uitvissen. Ja.
olie in een pan. Maar ik hoef geen direct veel olie in de pan te hebben. Wat ik wel nodig heb is de pan helemaal ingevet met olie. Zo. Het lijkt of dat het lucht gelukt is. Het ruikt echt alsof hetzelfde als die van een restaurant. Maar daar hebben we natuurlijk een andere pan die echt speciaal voor die deeg maken. Is nu goed. Zo te zien wordt mijn lumpia wel niet zo'n grote lumpia, maar middelmaat. Het is thuis gemaakt, hè. We doen dat eens wel even. Of die warm genoeg of... Ja, we hebben allerlei trucjes. Zo, pan een beetje invetten. Zo. Ik heb nu de vulling, tauge, al laten uitlekken. Dus die is een beetje droog al. Ga ik de vulling tot smaak brengen. Zout, peper, vetting. Een beetje zout. Nog een beetje olie erbij doen. Ga ik nu even mengen. Maar ik zie niet dat mijn gast hier is. Zo, welkom. Ja, je bent mijn buurman niet. Nog niet. Moet ik zeggen meneer Kimpel of Geert? Zeg alsjeblieft Geert. Geert, oké. Okay. Ik ben niet jouw buurman, maar ik ben dus om niet te min heel erg vereerd dat ik achter de schermen van een Chinese keuken mag kijken. Mijn hele leven vraag ik me af wat gebeurt achter dat luikje. Ja. En nu zie ik wat er achter het luikje gebeurt. Dus ik ben bloedzenuwachtig. Maar, ja. Maar ik laat me verrassen en ik wil alles weten van de Chinese lumpia. Ja, alles. Alles, ja. Nou, dan ga ik je alles vertellen. Kom op. Kijk, ik heb eigenlijk al voorbereiding gedaan. Ik heb eigenlijk al vulling hier klaar. Dat weet je toch? Dat ziet het ja, ziet er echt heel erg lompje. Maar ik, dat bedenk je niet dat dat ook nog op voorhand moet gemaakt worden, die vulling. Je denkt dat dat automatisch in zo'n lompje zit. Nee, natuurlijk niet zo. Zo werkt het niet. Dat is het geheim onder meer. Ik heb hier tauge met winterpeen, prei. Alleen drie dingen. Ik heb nu wat smaak daarbij gehaald en dus ga ik nu even roeren. Ik hoop dat het op smaak is. Ik heb me natuurlijk voorbereid op deze kooklist en ik heb een vakterm geleerd, maar ik weet niet of jij die ook gebruikt. Ik hoorde dat de vellen van de lumpia, dat flenzen heette. Flenzen? Ja, klopt dat? Flenzen is toch... Ja, dat is een Nederlands woord, toch? Dit is een pannenkoek. Ja, dat is dat zo. Oh, dus dat klopt. De manier hoe wij die nou eigenlijk gemaakt, de velletjes, net zoals hoe je thuis een pannenkoek maakt. Maar misschien iets anders qua samenstelling. Oké. Okay. Die van mij is heel simpel. Oké, okay, maar dit is al niet een picobello waarschijnlijk. Dat zie je zo meteen wel. En hoop ik voor je. Ik hoop dat. Niks hier gekomen. Ja, dat zal erg dan. Ja. Ik ga eerst even proeven. Maar daar gaat ook suiker in, zeg ik net. Dus een lumpia is niet zo heel goed voor de lijn dan uiteindelijk. Nou, je kan wel. Ik kan er wel tegen. Het gaat echt overal in, bij mijn gerechten. En wat is het, voor flesje? Sesamolie. Sesamolie, oké. Okay. Even naar ruiken, ruikt heerlijk. Ja, ik ruik meteen de geur van China. Ja, ja. Nee, van sesam. Wil je even proeven of die smaak maar toch niet mijn wijn erin? Ja, echt waar? Wat je pakt moet je opeten, niet terugleggen. Dat maakt niet uit. Ik weet niet of ik vind hem nog een beetje te flauw, maar... Ja, mag wel goed spelen, ja. Weet je wanneer dat de Chinezen vooral lumpia's eten? Wanneer Chinezen in de lente? Ja. Want de bekendste, wij noemen het gewoon lenterol. Lenterol? Ja, dat eet je in lente, want in lente groeien heel veel verschillende wilde groenten. Oké. Okay. En die pak je gewoon in zo'n rijstveld. Daar is het uit ontstaan natuurlijk. Dat kan. We noemen het altijd lenterol in het Chinees. Want het Chinese nieuwjaar, dat valt in de lente, toch? Ja. Dus het Chinese nieuwjaar is eigenlijk de eerste dag van de lente. Ja. En volgens mijn research eten op de nieuwjaarsdag eten alle Chinese lumpia's. Misschien vroeger, maar tegenwoordig eten we allemaal dumpling. Oh, oké. Okay.
Dus dat komt niet meer. Ja, maar het kan ook overal zijn, hè? Want China is zo groot. Ja. Elke streek van eigen traditie. Ja. Dus okay. Misschien heb je net een stuk gelezen waar de Chinese donkere zijn. Verkeerd is niet China. Over dit. Niet mijn stuk. Is wel goed, denk ik. Ik ga nu die van olie heet maken, want longje moet natuurlijk gefrituurd worden. Ik maak longje met kip voor je. Oh, heerlijk. Maar dit wordt een beetje klein longje, hè? Maar eigenlijk is het gewoon zo'n vouw van envelop vouwen. Het is een minietje, hè? Ja. Nou, wat een lief lompiatje. Ja, toch? Wat is het geheim van een goede lumpia te vouwen? Geheim? Ja. Vaak oefenen. Oké. En leer je dat dan van vader op zoon en moeder op dochter? Als je in een restaurant werkt, dan leer je het wel, hoor. Er wordt elke dag, in de zondag, wordt 50 van die lumpia gevouwen. Heet je? En met dat plak je het aan elkaar? Ja, dat is eigenlijk ook gelijk wat je nou veel van maakt. En wat is dat? Dat is meel. Ik begreep ook dat eigenlijk een lumpia, dat is in een restaurant, in een Chinees restaurant, iets waar je eigenlijk geen geld aan kunt verdienen, nee, omdat je er zoveel tijd in steekt. Dat klopt, dat is ja? Echt zo. Dat is een verliesproduct. Ja, verlies zou ik niet zeggen, het is echt alleen maar wat taugé, maar dat is echt meer, ja, arbeidsintensief is dat. Dus jullie vinden... En die kan je niet bewaren, die moet echt elke dag vers maken. Oh. Dus, ja. Oh, dus dan zitten jullie iedere dag mee een aantal lumpia's die jullie moeten teruggooien dan? Ja. Ja, velletje kan je eventueel bewaren, maar de vulling moet je gewoon echt, als je zo'n ingepakte al, dan moet je gewoon die avond weggooien. Wat eerlijk zeg. Als je zelf opeten, maar ja. Ja, moet ik eten is ook niet de bedoeling, hè, dat je nou... Maar dan vinden jullie het vervelend dat de lumpia's op de nu staan, waarschijnlijk? Ja, eigenlijk wel. Want met zo'n lumpia kun je niet veel vragen. Een paar euro. Als je 5 euro vraagt, dan kijken mensen heel raar naar je. Ja. Zoveel voor beter ja. Maar ja, dan zit die hele avond van 5 euro. Dan... Ja, maar je moet het, want volgens mij eten iedereen anders het heel graag, lumpia of niet. Hm? Wordt het veel besteld? Ja. Ja. Niet ja. Echt. Bij ons in ieder geval wel. Ja. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube-kanaal.